Ja, Roland Bergkamp, dit is nou echt zo'n wedstrijd dat beide ploegen zullen zeggen, hier zat meer in. Nee, klopt. Dat gevoel hebben wij zeker in de kleedkamer nu. En dat is balen, want je kan gewoon 3 punten meenemen. Eerste helft leek er zo weinig aan de hand bij jullie. Geen velkje aan de lucht, jullie komen op voorsprong. Je zit eigenlijk op de tweede om te wachten. Nee, klopt. Nou, ik vond eigenlijk de tweede helft ook zeker in het begin. En dan komt dat ene moment en dan daarna is het wordt een heel andere wedstrijd dan met lange ballen en zo. Maar dan denk ik nog steeds dat we meer aanspraak hadden. Aan de andere kant toch ook nog een paar grote kansen voor Eindhoven. Bal die gekeerd wordt door jullie keeper. Bal die ze op de buitenkant van de paal schieten waar sommige mensen hem al telden. Kortom, je mag ook misschien blij zijn dat je hier niet zelfs nog verliest. Nee, klopt. We hadden veel balbezit en veel naar voren. En dan zag je dat zij gewoon heel snel zijn in de counter. En daar kregen ze vooral de kansen door. En vooral de tweede helft dan ook een halverwege de tweede helft ongeveer. Dan werd dus gevaarlijk uit. Maar als je kijkt in balbezit en het voetbal net gezien, dan was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ze krijgen een penalty en jullie gingen naar de scheidsrechter om te zeggen dat het geen penalty was. Want, waarom? Ja, ik zag het niet helemaal, maar Thomas zei dat hij hem gewoon op zijn hoofd raakte. Maar dat gebeurt dan. We hadden het misschien al zelf eerder moeten beslissen. Je kan zeggen, jullie winnen weer niet bij een topclub op vreemde bodem. Waar jullie dat ook niet deden bij VVV, bij Go Ahead Eagles en NAC. Is dat toeval? Ja, ik weet niet. Eindhoven is gewoon een goed voetballende ploeg. En zoals ik al zei, als je de wedstrijd bekijkt, dat je maar ook kunnen winnen. Dus ja, weet je, het wordt nu gelijk. Maar ja, ik denk niet dat dat een reden is of zo dat het een topclub is. Je hoeft je ook geen zorgen te maken. Jullie staan natuurlijk nog ruim op kop. Toch komt NAC wat dichterbij vandaag. Gelukkig wint VVV weer niet. Maar ja, NAC lijkt nu misschien de belangrijkste uitdager. Ja, die hebben natuurlijk ook een goede ploeg, maar daar kunnen we wel naar kijken. Maar heeft voor ons niet zoveel zin. We moeten gewoon zorgen dat we dit soort wedstrijden in het vervolg gewoon naar 3 punten omzetten. En dan hoef je helemaal naar niemand te kijken. Tot slot, jullie wilden echt winnen, hè? Want in de slotfase nog een offensieve wissel met Breuer naar de kant en Stokkers erbij. Kortom, dat bij 1-1 stand. Jullie wilden absoluut geen punt. Jullie wilden echt met 3 punten terug naar Rotterdam. Nee, klopt. Dat was een keuze van de trainer. En Dat geeft denk ik ook wel aan hoe we ons voelden in de wedstrijd. En jammer genoeg dat er net niks uitkomt.